Goedenavond iedereen. Welkom op de finale van Mr. Gay Belgium 2016. Naast mij staat Herman Verbrugge. Iedereen kent hem natuurlijk beter als Markske van de Kampioenen. Maar vanavond gewoon Herman. Goedenavond, Herman. Goedenavond. Kijkt u er naar uit voor zo'n jury te gaan spelen op toch wel een goed evenement? Ja, ik moet zeggen, ik was toch een beetje vereerd toen ze het mij vroegen. Gewoon omdat je blijkbaar voor hen belangrijk of dat ze het leuk genoeg vonden om mij daarbij te willen of hebben. En langs de andere kant ook, omdat het ja, Mr. Gay Belgium is, dat is als je in de jury gaat zitten, dan maakt het wel een beetje een statement. Zo van. En dat wil ik dan ook heel graag doen. Ik heb daar wel een mening over. En ik vind vooral dat we in 2016, dat we eigenlijk daar dan nog moeten over discussiëren. Over anders geaarden in onze samenleving en hoe dat daarmee wordt omgegaan. Dat kan eigenlijk mijn verstand niet echt goed bij. Maar het blijkt nog altijd zo te zijn. En dan denk ik van, als ik daar dan ook mijn steentje toe kan bijdragen. Van gewoon in de jury te komen zitten en te zeggen van, voilà, ik stond daar 100% achter. En ik ga dat ook gewoon doen zoals ik dat bij de echte misverkiezingen zou doen. Maar dat is eigenlijk dan mijn statement van oké, ik ben hierbij en daar wil ik dat dan toch wel mee zeggen. Ja. Dat is een heel mooi statement natuurlijk. Heeft u nog wat verwachtingen naar vanavond toe? Ik hoop dat het niet pokkelang duurt zo. Daar heb ik wel wat schrik van, dat zo echt tot 11:30 show is. Omdat elk van die kandidaten 7 verschillende dingen moet doen. En dat ze dan ook nog eens wat Frans moeten spreken. En ook nog eens in zwembroek en zo. Daar heb ik een beetje schrik van. Maar de verwachtingen zijn dat het eigenlijk een wervelende en een aangename avond zal zijn. Ik heb al een aantal collega's ontmoet hier. Kelly Pfaff en Leen den Dievel en zo. Mensen die ik graag ook tegenkom. Dus ik zal mij niet vervelen ook niet. En mogen wij al eens vragen of dat u een favoriet heeft? Ja, ik heb een favoriet en dat is de Marokkaanse jongen. Om de heel eenvoudige reden dat ik hem... ik vind hem een knappe gast. Nee, oprecht. Hij is... Het homo zijn druipt er niet af. Maar vooral, hij is moslim. Of behoort toch tot die gemeenschap. En het feit dat hij meedoet hier, ik denk dat we dat niet moeten onderschatten hoe straf dat is. Omdat ik ken ook mensen binnen de Marokkaanse gemeenschap die homo zijn. Eigenlijk is dat een hel leven. Als je in die gemeenschap nog gewoon wilt functioneren, eigenlijk gaat dat niet. En ik vind dat nog eens, in 2016 vind ik dat onwaarschijnlijk dat dat nog altijd zo is. Zelfs bij de moslimgemeenschap. En dat hij meedoet, echt zich in de kijker zet op zo'n verkiezing, ja, dat verdient voor mij gewoon al om zeker de vertegenwoordiger te zijn van die gemeenschap in Vlaanderen. En dat maakt mijn aanwezigheid hier nog sterker als ik voor hem zou kiezen. Ik denk als hij zijn best doet vanavond, dan wordt hij het voor mij. Oké, hartelijk bedankt. Wij zien u natuurlijk nog terug bij de kampioenen. Horen u nog terug bij komen eten. Maar vanavond geniet er vooral van en hartelijk bedankt. Dat is heel graag gedaan. En u ook bedankt om te kijken.